aan de telefoon onze jongste nederbieddeskundige. Gespecialiseerd in de jaren 60 en 70. Bouke van Gelderen. Hallo Bouke. Dag Tineke. Ik dacht, wat heb je nou toch voor groep? Ja, een groep uit Amsterdam dit keer. En die heette September in destijds. Dat was een groep uit de jaren 70, begin 70. Ze hebben uiteindelijk maar 2 jaar bestaan. Maar in die korte tijd hebben ze toch een paar geweldige singles uitgebracht. En zelfs een LP. En op die LP kom ik later even terug. Maar die band werd in 1970 opgericht. Uit de resten zeg maar, van de Maskers. En van de groep De Whiskers. Dat was ook een band uit Bergen, ja. In Holland. Ik heb net naar die samenstelling zitten kijken. Het zijn alle muzikanten, die ken ik. En die kwamen allemaal uit hartstikke goede bands. Noem eens wat namen. Adrie de Hond, de gitarist. Bekend van de groep Het, vooral. Ja. Een broertje van Jan. En van Hans de Hond. Ja. En Jan de Hond was natuurlijk van ZZ en de Maskers. De gitarist. En je had, op de bas had je Willem de Vries. Die was... die heeft volgens mij niet in een band ervoor gezeten. Maar in ieder geval, die was de bassist. Ja. En de drummer? De drummer in het begin was Frans Smit. Ja. Die bij Brainbox ook had gedrumd. En ook bij de eindbezetting van de Maskers. En trouwde met Maggie McNeil. Juist, ja. Ja, dat soort details die vind ik altijd leuk. En daarna, Ader Otting, de toetsenist van ZZ en de Maskers, die was nog op toetsen destijds. Ja. En later toen werd Frans zijn plek, die ging natuurlijk naar de Brainbox, en toen werd zijn plek vervangen door Dennis Witbraat. Ja. Die kennen we ook van Het. Daar heb ik gisteren toevallig mee geskyped. Met Dennis? Ja. Nou, wat leuk. Mee. Doe hem de groeten van mij, want ik ken hem uit de tijd dat hij bij Exception speelde. Precies, ja, dat heeft hij ook nog gedaan. Ja. En Hessel de Vries, de toetsenist, was er op een gegeven moment ook nog bij. Die had weer Ador vervangen. Dus kortom, een geweldige muzikanten zaten erin. Ja, maar Bouke, waarom is er nooit wat geworden met die groep dan? Als ze zoveel hebben uitgebracht en LP zelfs. Ja, die LP, dat is weer een verhaal apart. Want het was weer, op een gegeven moment mochten ze een LP opnemen voor het progressieve rocklabel Harvest, heette dat destijds. Voor mij was dat van een Nederlander. Maar die had op een gegeven moment een soort projectje in zijn hoofd. Dat wou hij een band laten inspelen. Een beetje progressieve rock. En dan wou hij dan op een LP even laten drukken. Maar dan moest het niet bekend worden wie er op die LP meespeelde. Dus het was een beetje geheim wie er nou op meespeelde. Dus dat was, daarom is het waarschijnlijk... die LP die heeft uiteindelijk niet zo heel veel gedaan. Nee, natuurlijk niet, als je niet weet wie wat is. Nee, precies. Dus het is een hele aparte LP. En er staat Cargo op en dan zie je een groot schip en al schepen. En er wordt van alles overgevoerd en het lijkt op een soort industrieterrein. Dus het is een hele aparte hoes ook, maar ongelooflijk zeldzaam tegenwoordig. Nou, het lijkt me een beetje een mistige toestand geweest. Ja, het is heel een plaat apart. Uitbrengen en niet weten wie het is. Oké, jij kiest voor een singeltje, Little Sister. Ja, dat is hun eerste. Dat vind ik toch wel heel mooi. En vooral de rake klappen van Frans Smit, omdat ik zelf ook drummer ben, vind ik echt geweldig. Oké. Dus die graag draaien. Dank je, Bouke. Tot volgende week. Fijn weekend. En hier is de groep September.